In de C-groep van het toernooi om de wereldtitel ijshockey werd in Tilburg de wedstrijd Nederland-Roemenië gespeeld. De Roemenen dragen de lichte shirts en spelen van rechts naar links. De volle hal hoopte op een goed resultaat van Nederland, dat de wedstrijd eerder de Belgen met 18-0 had ingemaakt. Maar het kwam volkomen anders uit, want de Roemenen gaven het oranje team een geduchte afstraffing. De Nederlandse verdediging vond nauwelijks verweer tegen de prachtige combinaties van de tegenstanders, die al spoedig tot een 3-0 voorsprong leidden. Toch kon Smulders Nederland nog op 3-1 brengen, tot blije verrassing van publiek en speler zelf. Maar hierna kwam het op de baan nu en dan tot complete vechtpartijen, waarbij vooral van Nederlandse zijde weinig zelfbeheersing werd getoond. Zo ruw was het spel dat de technische commissie een paar dagen later besloot de Tsjechische coach daarvoor verantwoordelijk te stellen en hem uit zijn functie te ontheffen. De scheidsrechter stuurde herhaaldelijk Nederlandse spelers naar het strafbankje, maar dat bracht maar weinig afkoeling. Bij de stand 4-1 in het voordeel van Roemenië kon Nederland door Simons nog één keer scoren, waardoor de eindstand van de eerste speeltijd op 4-2 werd bepaald. Maar daarna ging het snel bergafwaarts. Nederland kon de puck niet meer in het doel krijgen. De Roemenen daarentegen nog 6 maal, zodat de eindstand tenslotte op 10-2 uitkwam. Daarmee werd Roemenië winnaar van zijn groep en kreeg het als beloning promotie naar de B-groep.